Stop! Kijk deze film alleen als je eerst de opgave hebt geprobeerd te maken. Hoofdstuk 12, opgave 13. In figuur 12.10, deze, zie je een driehoek met zijden van 10 centimeter. Een gelijkzijdige driehoek dus. Op de hoekpunten bevinden zich drie gelijke ladingen van plus 12 nanocoulomb, zowel in A, in B als in C. Onderdeel A. Teken op schaal de resulterende kracht die de lading in C ondervindt van de ladingen in A en B. Nou, omdat het dezelfde ladingen zijn met dezelfde polariteiten, dus het is allemaal plusladingen, stoten ze elkaar af en ze stoten elkaar af precies in de richting dat ze van elkaar liggen. Dus dit is de kracht die A op C uitoefent, in het verlengde van A naar C. En dit is de kracht die B op C uitoefent. En wat bedoelen ze dan met op schaal tekenen? Want deze twee hebben we gewoon een beetje geschat. Nou, op schaal tekenen betekent dat wij de resulterende kracht hierin construeren, consequent met deze vectoren. Overigens gelijke ladingen, gelijke afstanden, dus deze twee blauwe pijlen zijn hetzelfde. Of even lang, kan ik beter zeggen. En hier maken we een parallelogram van. En de diagonaal in dit parallelogram, dat is de gevraagde resulterende kracht. Onderdeel B, bereken de grootte van de kracht die A uitoefent op C. Daarvan gebruiken we natuurlijk de wet van Coulomb. Elektrische kracht is F maal Q1 maal Q2 gedeeld door R kwadraat. Let op, alles in SI-eenheden invullen. C, bepaalt de grootte van de resulterende kracht die je in opdracht A hebt getekend. Nou, in B heb je uitgerekend hoe groot zo'n blauwe pijl is. Daaruit kan je de krachtenschaal bepalen. Dus dan weet je hoeveel centimeter overeenkomt met 1 newton. Nou, en daaruit ga je dan de lengte van de rode vector bepalen. En dan gebruik je diezelfde krachtenschaal weer. Nou, de rode vector is zoveel centimeter, dus zoveel newton. Je vervangt lading B door een andere. De resulterende kracht die de lading in C ondervindt van de ladingen A en B is nu horizontaal gericht. Leg uit of, dat is onderdeel D dan, leg uit of de lading in B positief of negatief is. Het is nu horizontaal gericht. Nou, omdat we aan lading A niets veranderen, blijft de kracht die A op C uitoefent hetzelfde. Alleen moet de resulterende kracht nu die kant op gaan wijzen. Nou, hoe gaan we dat met een parallelogramconstructie voor elkaar krijgen? Nou, dat kan maar op één manier. Dat is namelijk als we hem zo doen en dan vinden we de blauwe vector in punt B. Nou, dan zien we dus dat de blauwe vector in de richting van B wijst, dus naar B toe. Dat kan alleen maar als die wordt aangetrokken door B. B wordt dus nu een negatieve lading. En E, leg uit hoe groot de lading in B is. Nou, in deze zie je dat, je kan natuurlijk hier ook zien, en dan aan de formule ook. De elektrische kracht blijft hetzelfde, want dat is de enige mogelijkheid om in dat parallelogram die rode pijl horizontaal te laten wijzen, als de beide blijde blauwe pijlen even lang zijn. Dus FEL is hetzelfde, F is hetzelfde, Q1 is hetzelfde, R is hetzelfde. Nou ja, trek dan je conclusie maar voor Q2. En dat is opgave 13.